Multimodaal Online 2020 staat voor het verbinden van de verschillende modaliteiten met elkaar. De ontwikkelingen van binnenvaart en sporen, dat we daar echt nog heel veel ruimte voor groei hebben. Een van de belangrijkste dingen die ons in de weg staat, is niet hoeveel onderzoek te doen of we wel de goede projecten doen, maar is heel erg het ondernemerschap. Als we kijken wat we in Nederland hebben opgebouwd qua multimodaal vervoer, we hebben hier weg, we hebben hier binnenvaart, we hebben hier spoor, we hebben een uitstekend netwerk qua infrastructuur, we hebben uitstekende inlandterminals die echt gegroeid zijn. Het netwerk is eigenlijk compleet. Dus wat we kunnen is heel... Gaat de sector dit overleven? Uiteraard, de sector gaat het overleven. En als we terugkijken, dan moet je terugkijken naar de vorige crisis, dan zie je dat de sector al heel erg agile is, een enorm aanpassingsvermogen heeft. Kijk toch of je je flexibiliteit kan verhogen en zorgen dat je op een aantal punten iets weerbaarder bent. Iets meer vlees op de botten. Als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn om de verschillende modaliteiten naast elkaar in te zetten, ga je uiteindelijk toe naar een betrouwbare service, omdat je kan schakelen tussen de vervoersopties. Je kan beter gebruik maken van de vervoerscapaciteit die er beschikbaar is, dus daarmee kan je uiteindelijk kosten reduceren. Is het altijd spoed? Hè? Moet ik altijd in 5 dagen in Turkije staan of in 3 dagen in Roemenië? Kan ik op een gegeven moment een keuze maken in mijn transportmodaliteiten? En kan ik een keuze gaan maken dan in looptijden? Nou ja, data is nieuwe goud, maar het is geen goud waard als je er niks mee doet. Hoe vaak ging het nu mis? Dus hoe vaak waren containers te vroeg of juist te laat? Wat heb je aan inzicht als er geen prikkel is tot verandering? Ja, als je geen prikkel hebt tot verandering, dan stagneert alles. Dan zie je dat de verschuivingen tussen de modaliteiten eigenlijk tegengevallen zijn. Iets waar we echt al jarenlang wel op gehoopt hadden. Het laag water en de lage dieselprijs zal ook weer niet positief zijn voor de shift naar binnenvaart. Dus ik verwacht eigenlijk dat wegvervoer nog heel belangrijk blijft de afgelopen jaren. Dat op het moment dat meerdere vervoerders met meer 740 meter treinen nu gaan rijden, dat waarschijnlijk wel in de operationele problemen gaan komen. Ook uit recent onderzoek blijkt weer dat 46% van onze sector nog altijd zwaar afhankelijk is van manuele processen voor hun supply chain. Wij hebben gezien, ja, mensen zijn niet gestopt met te eten. Nee. Ja. Maar zie je dat het nu, zeg maar, dat deel wat minder werd, dat dat weer... Ja. Ja, de Scania-fabrieken zijn bijvoorbeeld weer voluit bezig. Die hebben ook heel eventjes stilgelegen. En dus wij zien ook wel weer dat het weer een beetje aan het stijgen is. We zijn een aantal jaren bezig met digitalisering. Het is naast energietransitie een van onze 2 strategische thema's. En wij denken dat wij door het digitaliseren van de haven, door het komen met slimme toepassingen, de haven interessant kunnen maken, relevant kunnen maken voor verlaatste exploiteurs. Zelfs ook in de periode waarin we nu zitten, van de corona, blijkt juist dat de trein een heel aantrekkelijke manier van transport is van China naar Europa toe. En waar we onlangs mee begonnen zijn, is eigenlijk met embargo-goederen. Goederen die nog steeds niet door Rusland heen kunnen. Zijn we nu gestart met een mogelijkheid om ook met deze goederen te kunnen transiteren door Rusland heen naar China. Ook weer temperatuur gecontroleerd, voornamelijk foodstuff. Het is eigenlijk heel raar dat we multimodaal in Nederland goed georganiseerd krijgen. En als we dan zoeken naar een multimodale oplossing richting Noord-Frankrijk, waar we het hebben over 400 tot 500 kilometer, dat we daarvoor geen multimodale oplossing kunnen vinden. Daarom dagen jullie uit wie ons kan helpen in de zoektocht naar een multimodale oplossing richting Noord-Frankrijk. We komen nog steeds tegen dat partijen gewoon echt onbekend zijn en ook vanuit gewoonte gewoon alles over de weg doen. Congestie op het wegennet, prognoses naar de toekomst toe. Maar prognoses voor het COVID-tijdperk laten zien dat er hele zware congestie verwacht wordt op langere termijn. Marenco, dat is een papierfabrikant in Renkum. Die had eigenlijk de kleine volumes om de binnenvaart te gebruiken. Die heeft naar zijn totale logistiek gekeken en besloten om zijn voorraden bij de fabriek wat groter te maken. En op die manier wel een totaal schip te kunnen vullen in 1 keer naar Rotterdam. De coronacrisis, dat wordt echt in sommige landen aangewend om de staatsbedrijven te steunen. Dat is echt heel slecht voor de marktwerking en wij doen vanuit Robood en ook de Erva en weet ik wat allemaal echt een oproep om die marktwerking in Europa op dat spoor in ere te houden en verder te versterken. Want alleen marktwerking maakt ons echt concurrerend met weg en water.